oh, je hebt wel geluk. Ik zei, nee, dat is niet waar. Je creëert je eigen geluk. Want iedereen krijgt kansen. Iedereen komt dezelfde aantal kansen voorbij. Ja. Dus net, pak jij ze of pak jij ze niet. We zijn weer met een hele nieuwe aflevering van Over de Vloer bij. We hebben de BMW M4 ingeruild tegen de Lamborghini. Ik dacht, dat is een hele goede ruil. Nee, zonder gekheid. We gaan naar een hele leuke ondernemer toe. Bekend geworden van steenrijk, straatarm. Zit veel in het vastgoed. Hij is jong en houdt ook van snelle auto's. Dus ik vond het een mooi passend vervoermiddel om naar Wesley Adema te gaan. En Wesley Adema zit momenteel in het vastgoed. En niet zomaar in het vastgoed. Hij zoekt de Costa Brava op. De Spaanse zon. Want heel veel Nederlanders die willen graag een tweede huis en die zoeken ze in Spanje. Ik heb een beetje een idee waarom. Het leefklimaat een stuk aangenamer dan in Nederland. Dus ik geef mensen die een tweede huis gaan kopen in Spanje groot gelijk om daar hun geluk te proeven en te zoeken. En Wesley is daar gespecialiseerd in. Dus de hoogste tijd, Wesley, om jou een aantal vragen te stellen. Hoe ben je terechtgekomen in Spanje? Wat voor vastgoed verkoop je in Spanje? Maar ook over je ondernemerschap. Want je ondernemerschap is vrij indrukwekkend. Je bent al op jonge leeftijd het huis uitgegaan. Je komt van nul en je bent nu multimiljonair. Nou ja, hierover willen we natuurlijk ook van alles weten. Dus Wesley, heb je je McLaren klaarstaan? We komen eraan. Jezus, wat een plek is dit, hè? Ongekend. Welkom. Ja, dankjewel. Hey, leuk dat je er bent, man. Ja, goed je Super. Te zien. Ja. Hey, voor de kijkers, waar ben ik aanbeland? Je bent aanbeland bij mij thuis in Breda. Ja. En ik heb hier 9 jaar geleden wel mijn droomhuis gekocht. En, waanzinnig. Ik hoef hier eigenlijk niet meer weg. Nee, mega. Ja, ja. Ik zie het nu met eigen ogen. Het is gigantisch, hè? Heerlijk. Ja. Hey, ja. Dank ook voor de uitnodiging. Uiteraard. Hey, we gaan het vandaag hebben over jou als ondernemer. Ik heb je al wat aangekondigd in de auto. Ja. Je bent jong begonnen. Je zit volledig in de vastgoed. Ja. Je zoekt de Spaanse zon op. De Costa Brava. De koning van de vakantiehuizen. Ik wil daar alles over weten. Prachtig introductie. Ik hoef er niks meer toe te voegen. Goed, welkom. Ja, dankjewel. Even een klein rondje door de... Ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb je zwembad al een paar keer voorbij zien komen. Ja, hij ziet er nou niet zo mooi uit. Het is winter natuurlijk. Mm-hmm. Alles moet nu zomer klaargemaakt worden. Yeah. Zoals je ziet zijn we nu in verbouwing. We hebben net een nieuwe poolhuis neergezet. Nieuwe jacuzzi neergeklapt. Nieuwe sauna. Die wordt volgende week nog verder aangesloten. Ja. Dan wordt begin april wordt het zwembad zomer klaargemaakt. Ja, en dan komt alles in bloei. Dat geeft een heel andere look natuurlijk. Heb je ook een soort Costa Brava hier, toch? Ik heb hier een Little Ibiza met die palmbomen erbij. Ja, precies. Dat, heerlijk zeg. Ja, je moet het om je huis heen, dicht bij je huis, mooi creëren. Want mm-hmm. daar ben je toch het meeste, de grootste tijd van het jaar. Dus dat is mijn idee altijd, om het heel mooi om het huis heen te hebben. Ja, nou, ik zie het met eigen ogen. Daar kun je trots op zijn. Ja, dat vind ik ook wel. Maar je was ook toch super jong toen je dit aankocht? Ja, ik was 28 jaar toen ik dit passeerde. Ja. Niet normaal. Hoe heb je dat gedaan? Toen je 28 jaar was, had je zo'n immense villa. Ja, gewoon echt puur met gewoon keihard werken. Ik stond met helemaal niks, vrij jong op straat. En gewoon puur met keihard werken, doelen stellen en heb ik dit gehaald, ja. Ja, maar wat heb je daar allemaal voor daadwerkelijk moeten doen? Hè? Want je zegt, ja, moeten keihard doen, werken. En moeten laten. Ja, en moeten laten. Ja. Want heb je jezelf opgesloten 7 dagen in de week en dat je alleen maar aan het werk was? Of ben je ook nog wel eens op stap geweest? Nee, sowieso. Je moet ook een uitlaatklep hebben natuurlijk. Ja. De spanning moet er ook soms even af. En dan zondag herstellen en dan maandag weer scherp staan natuurlijk. Ja, de boven kan niet altijd gespannen zijn, hè? Klopt. Ja. Nee, ik had het ook wel nodig, hoor. Dus dat deed ik zeker wel. Maar het was wel vooral 6 uur opstaan tot 10 uur 's avonds doorwerken. Mm-hmm. Elke dag. En alles aanpakken wat er op je pad kwam. Dat was echt mijn ding. Ik deed alles. Dus van modellenwerk in het weekend, zodat ik mijn kleren gratis betaald had. Verhuizingen, andere klusjes, bijbeunen, alles. En gewoon 100 uur per week werken. En, dat is toch niet normaal, 100 uur? Ja, dat is, als je doelen hebt, dan moet je er iets voor over hebben natuurlijk. En dat was wel echt mijn manier. Gewoon met keihard werken, slim zijn, jezelf compleet wegcijferen. Mm-hmm. Goed je geld beheren, goed je geld managen. Je geld op een gegeven moment laten werken voor jou. Want mijn doel was heel jong al, zo snel mogelijk financieel vrij worden. Nou, hoe oud was je dan toen je dat dacht? 19 jaar. Ik kwam plotseling weer op straat te staan. Omdat mijn vader die had een jong vriendinnetje en die wou niet meer dat ik in het huis bleef wonen. Och. Ja, dat was niet zo leuk. Dat was een beetje een harde klap. Maar ik schuif het snel aan de kant en ik gewoon me focus op waar ik naartoe wil en niet naar de problemen kijken. En een huis gehuurd in Breda. En een paar kamers
verhuurd in mijn huis. En gewoon toen dacht ik, ja, nu wil ik zo snel mogelijk financieel vrij worden. Kijk, dat dacht je allemaal wel op 19? Ja, op mijn 15 riep ik al. Ik ben voor mijn 30ste miljonair. Oh ja? Was je er toen al zo als kind zijn mee bezig? Ja, als kind of ja. Ja, eigenlijk ben je nog kind. Ik was wel heel zelfstandig, heel jong volwassen. Maar dat had ik altijd wel jong al in mijn hoofd zitten. Ja. Heeft je dat nu ook gevormd als persoon zijnde? Kijk, de manieren hoe ik ben opgevoed, waren heel zelfstandig opgevoed en heel jong al veel alleen gelaten. Maar de regels thuis waren wel gewoon streng. En ja, dat heeft mij wel een beetje gemaakt tot wie ik nu ben natuurlijk. Mm-hmm. En daarom ben ik op mijn 15e bij mijn ouders uit huis gegaan. En toen ben ik van Purmerend naar Breda verhuisd. Toen ben ik even bij mijn echte vader, dat was meer een vriend van mij, gaan wonen. Nou, dan moest ik toen weg op mijn 19e. Mm-hmm. Je weet niet beter van aanpakken, gas geven en doorgaan. Een beetje overlevingsstrategie. En natuurlijk. Het vormt je wel tot wie ik nu ben. En misschien heb ik mede daar ook wel mijn succes aan te danken. Mm-hmm. Omdat ja, als je wat harder opgevoed bent en je hebt jezelf nooit makkelijk gemaakt. Mm-hmm. En dan heb je wel een andere... Vind je dat het dan ook wat makkelijker gaat? Doordat je die achtergrond hebt als persoon? Ja, ik denk het wel. Want voor mij, een andere die heeft er misschien moeite mee. Mm-hmm. Om elke dag om 6 uur op te staan en te knallen en gas te geven. En jezelf soms helemaal weg te cijferen. Mm-hmm. Maar voor mij, in de meest slechte omstandigheden, presteer ik eigenlijk het beste. Dus ik heb er geen moeite mee. En als je altijd verwend was, als ik nu naar mijn kinderen kijk. Dan denk ik, nou dan moet dat worden. Dat heb jij vroeger niet gehad. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. Dus ik moet dat... Ik probeer het wel goed te sturen en te begeleiden, maar ja, het is wel andere tijd nu. Even al je levensjaren die je hebt gehad, hoe zou je jezelf daarin omschrijven? Voornamelijk gewoon een keiharde werker. Snap je? Als ik mijn jaren terugkijk, al mijn succes heb ik gewoon aan te danken dat ik vol gas ging en altijd keihard heb gewerkt en mezelf weg heb gecijferd. Ik had gewoon een visie. Je zet de zaak, de business, het geld verdienen, zet je gewoon zwaar op één. Mm-hmm. Dan komt er een heel lange tijd niks, dan kom je zelf. Dat is wel heel materialistisch, hè? Misschien wel. Ja. Ik vind het niet erg, hè? Daarom zeg ik, ja, misschien, dan is het maar zo. Ja, nee. En ik ben helemaal niet zo materialistisch dat als deze auto nu weggaat, dat ik daar moeite mee heb, of dat ik een emotionele band mee heb. Dat interesseert me helemaal niks. Als het geld maar ervoor terugkomt, mijn best. Exact. Ja. Ja, maar nee, dat was echt wel mijn visie. Op één de zaak en het geld binnen laten komen. Mm-hmm. De business stond gewoon zwaar op één. Ja. Tot de hele tijd niks. Dan kom je zelf. Komt er weer een hele tijd niks. Dan komt je vrouw of je vriendin. Mm-hmm. Heel de tijd niks. En daarna komt de rest pas. Ja. Met die visie. Kijk, dat ga ik nu niet meer zeggen. Want nu is het gelukkig niet meer zo. Hè? Nu ben ik financieel vrij en kan ik doen en laten wat ik wil. En op dat moment vroeger vertelde ik dat ook niet aan mijn vrienden. Dat ik er zo in stond. Want dat is niet heel leuk. Nee, snap ik. Het over natuurlijk. Dat is wel de instelling die je moet hebben als jij wat wil bereiken in het leven. En helemaal als je dat soort hoge doelen stelt, dat je zo wilt wonen voor je 30ste en dat je miljonair wilt zijn. Ja. En een Lamborghini op de oprit wil hebben. En ja, nu is de McLaren bij mij, maar ik heb nog een Lamborghini ook. Dan moet je toch wel op die manier erin staan, want anders ga je dat niet redden. Nee, en dat is voor veel mensen te veel gevraagd. En vanaf 19e ben je daadwerkelijk begonnen met ondernemen, hè? Want toen stond je stond van op straat. En toen had je niks. Nee. Had ik niks aan. Waar 500 euro in een auto. Ja, maar dat is niks, hè? Nee, dat is niks. Nee, dat is niks. Wat ben je toen als eerst begonnen? Mijn vader kwam vrij snel terug. Dat hij terug wou dat ik in de productiefabriek kwam te werken. Mm-hmm. Ik had daar alles een beetje naar mijn hand gezet. En de voedselautoriteiten gaven hem problemen. Dat begreep ik ook wel, want ja, mijn vader was daar niet zo mee bezig. Toen dacht ik, ja, ik kom wel terug, maar ik werk nooit meer voor een baas. Dus ik kom terug en ik zet mijn eigen bedrijf op daarnaast. En we gaan een winstverdeling doen en we werken er naartoe. Ik werk er naartoe dat ik 50-50, dat we een 50-50 verdeling hebben binnen een paar jaar. En anders kom ik niet meer terug, snap je? Het is voor mij klaar. Ik ga niet meer voor een baas werken. Dus toen hadden we een winstverdeling en daar kon ik met dat salaris wat ik toen kon opnemen uit mijn bedrijf, kon ik wel meteen een hypotheek afsluiten. Okay. Waar praten we dan over? Waar praten we qua salaris? Ik nam 2000 netto op van mijn eigen zaak dan. En, dat is ook niet veel, hè? Nee, dat was ook niet veel. Maar toen, 17 jaar geleden, was dat genoeg om een hypotheek af te sluiten. Okay. 100% van een huisje van inclusief kostenkoop van 180.000. Mm-hmm. Ja, dat deed ik. Maar het pandje wat ik huurde, ik liet de huurbaas weten, die blijf ik huren. Die ga ik onderverhuren. Okay. Het pandje wat ik kocht, pakte ik de kamer beneden en alle vier de kamers erboven. Ik verhuren. Oh ja, dan woon je als het ware gratis. Nou ja, ik maakte er nog 200 euro op. Dus meen je? Op de andere dag van mijn 2000 salaris, waar normaal dus 800 aan vaste lasten afgaat en een huur en een huis en een gas wat er ligt, ging ik het huis wat ik onderverhuren, verdiende ik 500 euro op, misschien de 2500. Plus het huis wat ik kocht, kwam 1200 binnen en ik had 1000 euro aan vaste lasten. Ja. Dus in één keer van 2000, waar je dus naar 800 overhoudt,
ging ik van 2000 ging ik naar 2700, wat ik overhield. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Dat zijn, op dat moment zijn dat best wel grote stappen. Zo bleef ik keihard doorwerken en dan ging ik weer naar de volgende band, de bank, een paar maanden later. Om nog een hypotheek af te sluiten. Mom, ik heb nog geen huis. En toen kon dat nog. De banken controleerden niet zoveel. Ja, een beetje zo gedaan natuurlijk. Ja, niet helemaal hoe het hoort. Tegenwoordig kan het ook niet meer. Zo kon het vroeger. Zo kon het vroeger, kijk, ja. Persoonlijk. Het was niet oké natuurlijk. Nee, dat was niet de bedoeling. Nee, zeker niet. Nee. Dus, maar ik zeg dat er wel eerlijk bij. Persoonlijk kom ik zelf uit Friesland vandaan. En ik ben naar Groningen verhuisd en zo heb ik op mijn 19e ook mijn eerste appartement gekocht in de stad Groningen. Ja. Dat werkte zo bij de bank, maar toen was ik nog student, studeerde. Ik zeg je niet zoveel, hè? Nee, toen niet, maar dat is nu wel anders. Nu is het heel anders. Ja. Nou, zelfs, dat is al anders sinds, ik denk, 12 jaar geleden of zo. Toen kon het al niet meer. Nee, toen de crisis begon in 2008, ja, toen was het wel om. Ja, maar op die manier heb ik al een paar pandjes gekocht. Ja. Op een gegeven moment, die banken die zagen het ook wel, ja, dat kan niet. Toen heb ik wat andere investeerders benaderd en die zagen hoe goed ik bezig was en hoe ik mijn geld wegzette en hoe ik mijn panden verhuurde. Daar moest je ook vertrouwen in winnen. Ja, exact. Dus je had zelf al een netwerk daarin gekregen? Klein netwerkje, ja. Die zag dat ik gewoon keihard aan het werk was en die toch wel wat vertrouwen in had. Dus ik had in no-time, ik was 23 en ik had al meer dan 1 miljoen euro schuld. Wat ik opgaf natuurlijk als vermogen, maar daar staat schuld tegenover, dus daar betaal je 0 belasting over. En het was vermogensbeheer, het valt onder box 3. Dus ik hoefde daar ook geen over mijn inkomsten niks over af te staan. Dus er komt 120.000 euro al de zijlijn binnen. 60.000 voor de hypotheken, voor de banken. 60.000 hield ik voor mezelf over. Naast mijn salaris, wat ik erbij spaarde. Ja, dat is best wel geld. Dus op die manier elk jaar met een beleggingshypotheek. Op de nette manier zoals het hoort. Ja. Alles goed, op een gegeven moment alles goed en netjes en strak moeten zetten. Pandjes erbij kopen. Heel veel kamerverhuur deed ik toen. Maximaal aantal kamers verhuren. Ja, op een gegeven moment kon dat ook niet. Weet je? Dat werd de regels aangepast in Breda, dat je maar maximaal 4 kamers was. Maar ja, hey, mij maakte dat niet zo van. Ik wist dat niet en als ze dan kwamen controleren, ja, dan zei ik, ja, sorry. Ik zal het in orde maken. Ja, exact dat. Ze zei, ja, je hebt een maand om het in orde te maken, ja, dan moet je even aanschrijven. Zei, ja, dat gaan we niet doen. Dat is mensen onteigend om ze op straat te zetten. Ja. Geef me minimaal een jaar en dan een beetje onderhandelen en dan kwam op een half jaar uit. Oh, ja. Dus had ik toch nog een half jaar speling. Een paar kamers extra. Ja. Dus, lekker. Ja, overal gewoon scherp zijn, overal bovenop zitten en naast mijn werk en familie, gewoon alles wat er op mijn pad kwam aanpakken, al het werk wat er kwam, pakte ik aan en deed ik. En waarom doe ik dat? Het is A voor het geld, want je wilt zoveel mogelijk euro's maken en daarnaast, het opent weer nieuwe deuren. Ja, exact. Doordat je alles maar voor openzet en alles maar doet, en sommige dingen leveren niet zoveel op, maar dat maakt niet uit, want dan heb je wel weer nieuwe mensen ontmoet, je netwerk groter gemaakt, het opent andere deuren, mensen zien je en die willen wat van je en ja, op die manier jaren gewoon doorgaan. En gewoon door blijven knallen. En dan alleen op zaterdagavond even uitgaan, een paar tientjes mee, niet te veel geld, dat is nu wel anders. Geen dure champagne, toch? Nee. Ja. Als we nu uitgaan, dan kan het. Dan moeten we een paar duizend euro meenemen, maar ja, vroeger hoefde het niet. Dan deden we zo heel weinig meenemen en heel lang met hetzelfde blikje drinken, die al lang leeg was, zo min mogelijk uitgeven. En dat was echt wel de manier om... Om huisjes extra te kopen en te verhuren. Ja, vermogen op te bouwen. Ja, ik snap het. En wat ik al zei, jezelf wegcijferen en dan wel slim zijn met je geld omgaan. Met je geld omgaan en je geld, dat is wat veel mensen niet kunnen. Je geld managen, je geld goed beheren. Ja. Dat is iets wat heel veel mensen niet kunnen. En dat is nou net iets waar ik wel vrij goed in ben, want ik wou zo snel mogelijk financieel vrij worden. En ik dacht, als ik nou een paar panden heb lopen en ik pak op elk pandje 700 euro en ik heb er 4 lopen en er komt 2800 euro binnen. Nee, dat is normaal voor normale mensen, een dik salaris. Ja. Snap je? En dat komt dus eigenlijk slapend binnen, want alles is opgezet, alles loopt. Mm-hmm. Ik wou 3000 per maand hebben en dat heb ik wel opgezet naar 5000. Mm-hmm. En toen mijn grens verlegd, nee, ik wil 10.000, dan ben ik wat financieel vrij. Toen naar 20.000, toen naar 30.000, toen naar 50.000. En dat, alles gehaald telkens. En dan, op een gegeven moment dacht ik, nu moeten we wat andere doelen erbij zetten. Ja, natuurlijk. Dus op die manier bepaal je voor jezelf wanneer je financieel vrij bent natuurlijk. Ja, mooi. Dus dat was eigenlijk mijn grootste doel. Ja. Bijvoorbeeld in 2013, 2014 kocht ik pandjes in Zaandam. Zaandam is gewoon A-locatie nu, naast Amsterdam. Ja. En dan kocht ik pandjes met funderingsproblemen. Iedereen liep ervoor weg. Niemand wou het kopen. De banken gaven er geen hypotheek meer op. Viel niet te financieren. En dan dacht ik, kijk, daar is handel. Daar liggen de kansen. Als iedereen ervoor wegloopt, dan ging ik er juist op af. Ja. En ik kocht daar gewoon letterlijk een tussenwoningetje voor 50.000 euro. Niemand wou het meer hebben. Dat was ook geen geld? Nee, dat was niks. Ja. Maar het waren verdelingsproblemen. Er was geen hypotheek op het geld. Het was niet meer te verkopen. En ze wisten niet wat er ging gebeuren. En ik kocht dat gewoon met eigen geld. Je kan er geen hypotheek op krijgen. Dat hoeft ook niet natuurlijk met zulke bedragen. En ik zei gewoon letterlijk, dit wordt een gok.
En we zien wel waar het naartoe gaat. Maar ik dacht, deze hele straat heeft dit probleem. Ja. Allemaal met een hypotheek van 1,5 ton erop. Er gaat wat gebeuren. Ja, dit kan niet dat dit... Ja. Dat de staat, misschien koopt de gemeente ons wel uit op een gegeven moment. Ja. Bij best. Ja, tuurlijk. Als de buurman 150 krijgt, krijg ik ook 150. Ja, eens. Dus een verdrievoudiging van je snap inleg. Je? Dus ik dacht, we gaan het wel zien wat er gebeurt. Ik deed er zo min mogelijk aan, zo bijna niks. Ik heb goede klanten, veel arbeidsmigranten, Oost-Europeanen. En meteen goed verhuurd. Mm-hmm. Dus ik heb een heel goed rendement op. Want als je dat voor 1000 euro verhuurt en je koopt er voor 50, ja, heb je een rendement van 24%. Dus dat is gigantisch. Pandjes gewoon wegzet, zo min mogelijk kosten aangemaakt. En op een gegeven moment 2019, ja, toen ontplofte de boel. Het vastgoed ging omhoog. Zaandam werd zo uit Amsterdam. Ja, dan heb ik gewoon die problemen onderweg gezet natuurlijk. Ja, ik, wat in één keer alles kon. De banken wouden weer. Oh, iedereen wou ze weer kopen. Dat is ongelooflijk. Het is zo. Ja. En dan in één keer, al die mensen gaan er weer op af. Uh-huh. En dat is mijn moment. Dat ik zeg, nou, iedereen wil het hebben. Nou, hoef ik het niet meer. Nee, precies. Dus met 300% verkocht. Ja. En, maar dat is ook wel ondernemen, hè? Eigenlijk dingen doen die anderen niet durven. Juist. Dat heb ik eigenlijk altijd al een beetje gedaan, ja. Dus dat is ook een beetje jouw strategie dan daarin. Ja. Tof. Dus soms gaan die dingen zelfs per ongeluk, dat je iets, een huis koopt met een stuk grond erbij. Mm-hmm. En ik denk, hey, wacht eens even, daar kan ik wel iets anders van maken. Ja, en als het dan lukt, dan ben je dan een paar jaar mee bezig, dan is dat wel lekker natuurlijk. Dan maak je wel klappers. En dan zeggen mensen, oh, je hebt wel geluk. Ik zeg, nee, dat is niet waar. Je creëert je eigen geluk. Want iedereen krijgt kansen. Iedereen komt dezelfde aantal kansen voorbij. Ja. Dat is net, pak jij ze of pak jij ze niet. Ja, heb je wel gelijk. Dus ik zeg af en toe ook wel, succes is een keuze. Ja, denk ik ook. Dus dat sluit daar mooi bij aan. Ja. En hoe rijk is Wesley nu echt? Nu? Ja, vandaag. Wat wil je een nummer horen? Ja, hoe rijk ben je? Waar schat je jezelf in? Al mijn vermogen bij elkaar, alle panden, alles opgeteld, 7, 8 miljoen of zo. Zo. Ja, dat is toch geweldig? Dat is wel lekker, ja. Ja, als je dat in je hoofd hebt, is dat doel bereikt? Dit is wat ik nu ontvang. Ja, maar is dit je doel? Was dit je doel? Nee, maar... Of wil je nog verder? Nee, weet je, dus, wil je van die 7 naar 14 miljoen? Ja, nou, 30 zou wel leuk zijn, maar ik stel telkens mijn doelen wel bij. Okay. Ik had mijn doelen gehaald, toen was ik 30. Toen ging ik een beetje achterover zitten. En toen dacht ik, perfect, een beetje meer tijd voor de kinderen. Ik woonde nog prachtig, een Lamborghini voor de deur, ik was 31 of zo. En toen dacht ik, nou, dan gaan we een beetje genieten. Daar word je doodongelukkig van. Dan ga je elke dag uit, dan kom je s'nachts niet thuis. Of je komt helemaal naar de kloten thuis, weet je, helemaal alleen maar aan het zuipen en het feesten. Er is geen zak aan. En overdag, je vrienden zijn allemaal aan het werk. Ja, dus ik kwam er wel snel achter van, dat is ook niet het leven, is het niet. Nee, ik werd er gewoon verdrietig van, ik werd er gewoon sip van. Dat is gewoon niet relaxed. Dan denk je, Wes, nou heb je het allemaal gehaald wat je wil halen. Je wilt financieel vrij zijn, je wilt miljonair zijn, je wilt je Lambo. Je hebt het allemaal, maar eigenlijk is dit niet het geluk. Nee. Dit is, geluk zit ook in jezelf. Uh-huh. En die weg ernaartoe was voor mij veel, veel mooier dan het uiteindelijke resultaat. En toen dacht ik, oké, wacht even. Het is dus heel belangrijk voor mij... En ik denk voor de meesten wel, om nieuwe doelen te stellen. Ja, nieuwe successen te boeken. Mm-hmm. Daar word ik best wel gelukkig van. Nieuwe ondernemingen starten. Ja. Doorgaan en nieuwe doelen halen. Maar is het ook zo'n een soort van verslaving geld verdienen? Ja, misschien wel hoor. Dat is toch ook een soort van verslaving? Deals maken, daar word je gelukkig van. Ja, zeker. Dat geeft toch een kick, toch? Dat geeft wel een kick, ja. Je komt wel veel los als dingen lukken. Ja. Maar als dingen tegen zijn, kijk, je weet het ook wel, als je veel ondernemingen hebt en kijk, elk pandje erbij is weer een steen op je schouder. Hè? Je draagt al die verantwoording wel mee natuurlijk. Ja. Dus er kan ook wel eens heel veel dingen tegenzitten. En dan is het even niet meer zo leuk. Mm-hmm. Dat heb ik ook allemaal wel meegemaakt natuurlijk. Ja. Dat je denkt van fuck. Weet je, mensen zien altijd alleen maar de mooie kant van iedereen. En de leuke kant. En de mooie auto's. En, de kunnen we wel eens bij kijken bij die auto's? Ja, is goed. Ja, en de successen. Ja. Maar natuurlijk heb je ook wel eens tegenslagen. Uh-huh. Ja, en hoe rijker je wordt, hoe meer je hebt. Ja. Hoe zwaarder die ook wel worden, heb ik gemerkt. Ja, eens. En dat moet je ook wel kunnen handelen natuurlijk. Wat betekent dit voor je? Nou, dit is dus puur mezelf verwennen. En ik heb voor mezelf een percentage afgesproken wat ik aan mezelf mag uitgeven. Oh, ja. Wat ik al zei, hè? Jezelf compleet wegcijferen. Mm-hmm. Want je moet alles voor de business om financieel vrij te worden. Ja. Dus al mijn geld deed ik beleggen, zodat het geld oplevert. Uh-huh. Toen heb ik gezegd, 10% mag jij jezelf uitgeven. Ja, en dit kost geld? Dit kost geld natuurlijk. En ik heb hiervoor... Ik heb nog een Lamborghini Huracan, die heb ik nu te koop staan. Maar ik had een Urus en een Huracan, gewoon echt een droomopstelling in mijn garage staan. Ja. Dat was voor, even kijken, 550.000 euro aan auto's. Dat is toch niet normaal? Nee, dus op dat punt heb ik ze kocht, stond ik op 5,5 miljoen. Maar je mag 10% aan jezelf uitgeven. Uh-huh. Dus dat is gewoon puur mijn hobby, wat voor mij geld kost. Waar ik wat geld aan uitgeef, voor de rest geef ik niet zo heel veel geld uit. Auto's, dat mag bij mij wat kosten, dat is mijn hobby. Als je zo hard werkt, dan mag je jezelf verwennen. En dan heb je natuurlijk Nederland. Het is nooit goed, hè? Nee, hoe meer geld je hebt, dan ben je een klootzakker, ben je een hooplichter, ben je crimineel. Ze zoeken altijd wat achter je. Er is een jaloezie of er is afgunst of wat dan ook, dat is jammer. Maar dan denk ik wel eens,
wat moet ik dan doen? Mm-hmm. Dan had ik toch al lang kunnen stoppen. Als ik mijn geld niet mag uitgeven. Mm-hmm. Als ik niet voor mijn vrouw een dikke bak kan kopen en voor mezelf een aantal auto's. En mm-hmm. als ik niet mijn hobby's mag doen. Wat, voor wat werken we dan nog? Nee, exact. Ja, we werken toch, we knallen toch zo hard, zodat we dit soort dingen kunnen doen. Als ik dit allemaal niet mag doen, dan kan ik er lang stoppen. Ja, exact. Maar dat zijn de incentives waarvoor wij werken. Juist. Dat zijn het mooie. Dat is het onderscheidend karakter. Ja, en ja. Ja, het is een beetje een jongensdroom natuurlijk. Alle mannen willen nou zulke auto's hebben. En ik heb dat ook. Spanje. We staan nu ook onder de zon. Maar de zon in Spanje schijnt toch beter. Is even anders. Is toch even anders. Ja. Hè? Ik zie alles voorbij komen. Volgens mij ben je met waanzinnig projecten bezig. Ja, daarover zou ik graag wat meer willen weten. Volgens mij is het super rendabel om daar te investeren in vastgoed. Ja, het is heel interessant. Vooral het gebied waar ik nu zit, Casablanca Zuid. Ik heb natuurlijk heel die markt in kaart gebracht. Maar weet je wat? Even een bakje koffie doen. Leuk. Gaan we lekker even zitten. Ja, gaan we doen. Dan pakken we daar het gesprek even door. Want... Hey, wat een goed gevoel hier binnen. Ja, dankjewel. Ja, ik laat het aan mevrouw over. Die doet de hele inrichting. Verstandig, hè? Ik bemoei me daar niet mee. Dan is zij er ook blij mee. Ja, je moet weten waar je niet goed in bent. En dan moet je ook gewoon niet mee, gewoon ook loslaten. Uh-huh. En dan aan de vrouw overlaten. Ze heeft het dik voor elkaar. Ja, zij is er goed in. Zij maakt het heel knap hier. En we gaan het over Spanje hebben. Ja. En je projecten. Ik zie op Insta echt fantastische mooie beelden voorbij komen. Vorige week zelfs met private jet naar Spanje gegaan. Ja, klopt, ja. Ja, echt geweldig. Wat kun je er allemaal over vertellen? Want vastgoed in Nederland wordt steeds minder aantrekkelijk. Klopt, ja. Ik hoor ook steeds vaker van mensen die een tweede huis zoeken of definitief gaan immigreren naar Spanje. Ja. Ja, volgens mij zit jij op het juiste moment daar. Maar ja, hoe ben jij in Spanje terechtgekomen? Ga ik je vertellen. Ik was anderhalf jaar geleden, zag ik al, Nederland wordt te duur. Het slaat nergens op de vastgoed. Waar ik normaal 150.000 euro voor een pandje betaalde, 1500 euro huur, 1% per maand, 12% rendement, perfect. Nu, voor hetzelfde pandje moest ik 3 ton betalen. Ja, daar pas ik voor. Want de huur kan niet hoger. Toen ben ik gewoon naar het buitenland gaan kijken. Ik wil wel binnen de EU blijven. En toen kwam ik op Spanje. Heb ik daar het land onderzocht. Een beetje marktonderzoek gedaan. Verschillende plekken gaan kijken. En toen kwam ik uit op de Casablanca Zuid. Dat is zo, zag ik dit. Ik dacht, dit gaat zo ontploffen. Er worden zulke mooie dingen neergezet. Ik ben er zelf naartoe gegaan. Puur om mijn eigen geld te leggen. Want mijn geld stapelde op. Dus ik had best wel wat geld weer staan. En ik ben erheen gegaan. Alle contacten. Goede betrouwbare partners om me heen gezocht, van de bank tot de advocaat, heb je nodig in Spanje, notaris, fiscale kantoren, alles bekeken. Toen dacht ik, dit is, hier kan je nog voor kleine, leuke bedragen vastgoed kopen. Ja, en dat gaat gewoon ontploffen, dat gaat gewoon de richting op wat wij willen. Hè. Wij willen iets kopen wat veel potentie heeft op waardestijging. Mm-hmm. Dus ik wou niet meer in Marbella zitten, daar is die stijging al geweest. En Casablanca Zuid, bij Torrevieja, een half uur onder Alicante, ja, dat is nu zo aan het ontploffen. Dus ik heb het best wel goed gegokt. Ik heb toen in 1 weekend voor 1,5 miljoen euro aan vastgoed gekocht. Nee, ja. En dat zijn gewoon huizen? Wat is dat? Wat ja, heb je gekocht? Appartementen, villa's, dat soort dingen. Nee, allemaal in dezelfde regio? Ja, meteen goede contacten gelegd natuurlijk. Want al die, die salesdirecteuren die zien even wat ik even daar uitgeef. En dat helpt wel mee in Spanje. Mm-hmm. En de bankdirecteur, goede vriend van me geworden daar, want... Ik open een rekening. Ik zet even 1 miljoen op de rekening. Ja. Ja, ik was de beste vriend meteen. Ja. Dus ja, dat was wel grappig. Dus je wordt met open armen ontvangen in Spanje. Juist. En wat deed ik? Ik deed alles. Ik kwam op een punt in mijn leven, 2 jaar geleden, dat ik dacht van ik ga alles posten. Ik ga alles plaatsen op Instagram. Mijn vastgoed, de splitsingen die ik doe, beleggingen die ik doe. En ik dacht, ik kwam in Spanje en dat liet ik ook zien. Dit ben ik aan het doen, ik ben mijn geld hier aan het beleggen, ik koop in Spanje. Dus ik liet alles zien hoe ik dat deed, wat je ervoor moest doen, hoe het werkt. Toen kreeg ik best wel veel aanvragen binnen van mensen. Wes, wil je me helpen? Ik wil daar ook wat kopen. En ik was op het punt dat ik het helemaal niet meer voor het geld deed. Dus ik dacht van, ja, dat is wel leuk. Ik deel mee de informatie, hoe het werkt, hoe het moet. En ik ga mensen helpen. Dus ik zei, ja, ik ga je helpen. Ik heb er 1 jaar over gedaan om alle betrouwbare partners om me heen te krijgen, om dit hier heel goed op te zetten. Maar voor een ander doe ik het in 1,5 dag. En zo nam ik gewoon mensen, beleggers, vooral ondernemers mee. Want je best wel wat eigen geld moet hebben in Spanje om wat te kopen. Ja, hoeveel eigen geld moet je hebben in Spanje? 40% op de totale investering wel. Dus, toch wel aardig. Ja, dus op 250.000 moet je toch 1 ton zelf inleggen. Er komen steeds meer mensen mee. En ik breng ze onder bij mijn betrouwbare contacten daar. Mm-hmm. En het werd zo druk. Ja, toen dacht ik, ja, nou moet ik er maar een business van maken. En toen kwam... Nick van Delft, die kwam met mij langs en zei, Wes, ik zie allemaal wat je doet. RTL4 heeft misschien interesse om een programma te maken met ons. Zullen wij samen dit oppakken? Oh ja. Dacht ik, okay. Dan moeten we er echt maar een business van maken. Maar mijn hele bedoeling was om gewoon letterlijk mensen te helpen. Maar ja, als het zo uitgebreid wordt en je moet elke week invliegen,
Ja, dan wordt het een bedrijf natuurlijk. Wat zijn je verwachtingen voor de komende jaren met Spanje? Waar zie je jezelf naartoe groeien? Nou kijk, Spanje moet je anders bekijken dan wij in Nederland bekijken. In Nederland kijken we het hele land. Hè? Ja. Dus stijgt de vastgoed in Breda, dan stijgt die ook in Utrecht en ook in Zwolle. Ja. In Spanje is het anders. In Spanje is zo'n groot land, al zou het binnenland het vastgoed zakken, dan zegt dat niks over de kust. Mm-hmm. Dus over het noorden of over het zuiden, dat moet je heel anders bekijken. Costa Blanca Zuid, daar verwachten we de komende 5 jaar gaat zoveel gebeuren. Het trekt elkaar zo aan, er wordt zoveel. Mm-hmm. Heel zakelijk Europa is daar nu aan het investeren en aan het kopen. Want iedereen ziet dat het gaat gewoon zwaar stijgen. Mm-hmm. En dat trekt elkaar natuurlijk aan. Nu wordt de hele marina, de hele haven wordt op schop genomen. Dan komen bioscopen bij, er komen winkelcentrums bij. Alles trekt elkaar aan, alles wordt nog interessanter. Ja. Wat dus nog meer... Maar er is natuurlijk niet onbeperkt aan bouwruimte daar. Mm-hmm. Er zijn maar niks aantal kavels waar de gemeente die vrijgeeft om te bouwen. Ja. Dus ja, ik verwacht dat het alleen maar duurder gaat worden en interessanter gaat worden daar de komende 5 jaar. Ja. Dus we hebben het erg druk. Nou, mooi goed te horen. En in tussentijd, hè, naast al die drukte, sport je toch ook nog een boel? Ja, zeker. Want, heb je een eigen gym hier? Ik heb een eigen gym boven. Kunnen we straks wel even een kijkje nemen? Zullen we eens kijken daar? Nu meteen? Ja, tuurlijk. Ja, nou, pak het meteen even mee. Let's go. Want je sport jij elke dag? Ja. Ah, ja. Hey, dit is toch een compleet eigen gym? Ja, het is gewoon een professionele gym hier, wat we hier hebben staan. De apparatuur, dat is ik zie het. Gigantisch zwaar. Ja, daar kun je alles op doen. Je kan alles op doen. Ja. Vooral op van voren als dit. Ja. Bank drukken daar, opwarmen. Uh-huh. De kabels, dumbbells tot 50 kilo. Lekker. Chest press, leg press. Ik zie het. Ja, dus ja, het is wel echt compleet. Ja. En je hebt gewoon je eigen sportschool? Ja, klopt, heerlijk. Ja. Hey, en wat betekent sport voor jou? Want sport is wel belangrijk voor mij. Dat is echt wel, ik heb ook ADHD. Okay. Dus elke ochtend begin ik mijn dag het liefst in de gym. Okay. Gewoon mezelf helemaal slopen. Mm-hmm. Dan ben ik iets rustiger de rest van de dag in mijn hoofd. Ja. En het geeft wel een goed gevoel als je zo je dag begint. Jij kent het ook wel, hè? Ja, zeker. Dus ja, dat... Ik doe het zelf al het einde van de dag, maar ik begrijp ook... Ja. Ik heb nu die luxe aan mezelf gegeven dat ik gewoon 's ochtends opsta om 7 uur, met de kindjes gaan ontbijten. Kinderen naar school brengen. En dan sporten. En het is niet altijd hier. Mijn vrouw sport hier heel veel. Ja. Ik sport ook op een gym ergens anders. Okay. Met een personal trainer. Maar dat heb jij toch helemaal niet nodig? Nee, dat klopt. Maar ik geef mezelf die luxe nu. Ah, ja. Om dat wel te doen. Je haalt er echt wel heel veel meer uit de training als je een goede personal trainer erbij hebt. Ja, is dat zo? Ja, 100%. Okay. Ja. Vroeger niet. Ik doe dat pas sinds een jaar. Dus ik train nu 20 jaar. Ja. Dus ik heb 19 jaar altijd alleen getraind. Oh. En nu met de personal trainer, dat helpt toch wel. Jij zit ook nooit stil, hè? Ik zit nooit stil, nee. En je bent alweer met een nieuwe business bezig, hè? Ja, klopt. Ik zag al wat voorbij komen op Instagram, dus je hebt Spanje en er nog een nieuwe business bij. Digitale business, ja. Ik noemde dat laatste digitaal vastgoed. Uh-huh. En waarom noemde ik dat zo? Omdat er met een vrij kleine investering een heel mooi, bijna passief inkomen uit te halen valt. En ik ben een paar maanden geleden bevriend geworden met die mannen die dit hebben opgezet en die hier echt gigantisch goed in zijn. En nu sinds een paar weken ben ik ook mijn eigen, het gaat dus om een YouTube-kanaal, ben ik aan het opzetten. Dus eigenlijk even heel simpel gezegd. Je opent een Gmail-account, je opent YouTube Studio, je opent een paar kanalen. Je zoekt een team in India en het lijkt allemaal heel moeilijk. Maar cursussen die we verkopen, word je aan je hand in een paar maanden meegenomen. Stap voor stap, met een coach word je begeleid. Hoe je dat allemaal moet doen, hoe je hem viraal moet laten gaan. Hoe je heel veel views erop krijgt, hoe het uitbetaald wordt. Alles waar je aan moet denken. En je huurt dus een team in India en Pakistan om video's voor jou te genereren. Niet waar je eigen gezicht op bent, niet zoals jij het doet. Nee. Want dat is niet meer te verkopen, zo'n kanaal natuurlijk. Dat is je eigen gezicht aan gebonden. Ja, het is zo interessant dit. En ik post alleen maar, dat ken je ook al voor, dingen waar ik echt achter sta. Ja. En ik ben zo enthousiast. Ik heb echt geen geduld. Ik kan niet wachten waar we over 5-6 maanden staan met dit. Oh nee. Ja, ja. Dit gaat zo goed. En dit is letterlijk voor iedereen mogelijk. Ik leg 200.000 euro in een stukje vastgoed. En het moet dan 1200, 1500 euro huur opbrengen. Hier kun je met een hele kleine inleg... 10.000 euro per maand mee verdienen. Ja, voor de grote ondernemers ga ik ook nog een heel ander traject opzetten. Dat alles wordt uitbesteed, dat het personeel hier alles voor ze doet. Dan leg je 100.000 euro in en dan heb je gewoon een gegarandeerd inkomen bijna van 20.000 euro of meer per maand na een jaar. Ja, dat is gewoon bizar. Ik kan geen pand kopen en dat ik voor 100.000 euro koop en na een jaar 20.000 euro aan huur per maand ga vangen. Nee, dat bestaat niet. Nee. Bestaat niet. En dat kan met dit wel. Ja, dit leek haast. Ja, dat is echt waar. En het leek haast te mooi om waar te zijn. En ik ga dit aan wat grote ondernemers, vermogende mensen. Over een week of over 2 weken aanbieden. En ik zie de resultaten al bij anderen. Een goede vriend van mij is nu 2,5 maand bezig
komt nu tussen de 800 en 1000 dollar per dag al binnen. 2,5 maand? En ja. die bedragen? Die zit nu al boven de 20.000 per maand, ja. Jezus. Dat is gewoon bizar. Ja. Nou is die wel echt een expert, hoor. Die is er wel heel goed in. Okay. Die heeft er echt wel heel goed gevoel voor. Ja. Maar ja, bij sommige jongens die in de e-commerce zitten, die gaan gigantisch snel er doorheen. Die snappen dat gewoon. Ja. Maar ook al snap je het niet, dan heb je gewoon een 9 tot 5 baan, is dit nog mogelijk. Mm-hmm. Om met gemak 10.000 per maand erbij te verdienen. Wesley, ik wil je bedanken voor het leuke interview. Jij bedankt dat je hier was. Ja, ik vond het echt leuk. Fascinerend ook waar je allemaal mee bezig bent. En wat we nog voor jou allemaal kunnen verwachten. Ik zeg altijd, we zijn nog maar net begonnen. Ja, weet je? Kijk, mensen zeggen, wow, kijk maar, je staat. Ja, maar we zijn nog maar net begonnen. Het leven wordt steeds mooier en gekker en wilder. Kijk, dan vorige week zit ik met die jongens waar ik nu die business mee heb. Zitten we in een private jet, vliegen we van Spanje. Omdat die jongens ook even zoveel geld verdienen, een appartement willen kopen. En ik doe dus wat geld voor hun beleggen daar. Ja, dus, ja, het gaat steeds gekker worden. Dus daarom zeg ik ook, hou mijn Insta in de gaten. Want we gaan echt... gekke dingen aankomen, Die 30 miljoen ga je aantikken. Laten we het hopen. Top. Hey, bedankt, hè. Dankjewel, vriend. Ja, zeker weten. Super dat je hier bent. Wat een leuke interview vond ik het. Wesley Adema, topgozer. Indrukwekkend wat hij allemaal heeft neergezegd. Op jonge leeftijd, 19 jaar het huis uit. Daarna een mooi vastgoedimperium weten op te bouwen. Heeft een neusje voor kansen en geld. En ik vind dat hij het heel leuk doet. Ik heb mij heel goed vermaakt. Weer wat geleerd over die YouTube-kanalen. Ik ben benieuwd waar dat aan toe leidt. Ik denk een groot succes weer dat hij te pakken heeft. En dat Spanje-verhaal, ook daar. Nou, ik zie iedereen wel naar Spanje toe vertrekken die geld heeft. Dus waar volop kans is, is Wesley Adema aanwezig. Zo ervaar ik het. Ik hoop ook dat jullie het vermaakt hebben. En vergeet vooral niet te abonneren en te liken. En laat in de comments achter welke ondernemer we de volgende keer moeten gaan interviewen. Ik heb er weer zin in, zit vol positieve energie en kijk uit alweer naar de volgende aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, op zijn Italiaans, want ik ben een half Italiaans. Arrivederci, ciao ciao.